opvallend van een turnlichaam is dat over het algemeen het bovenlichaam goed ontwikkeld is en het onderlichaam, dus de benen, minder. Het heeft ook te maken dat je als turner moet je wel sterk zijn, maar ook licht. Dus wat pezig. Ik ben gespecialiseerd in brug en rekstok. Ja, dat komt voornamelijk op je armen aan en vooral je schouders zijn heel belangrijk. Je maakt heel veel handstanden. Schouders die krijgen aardig wat te verduren, maar mijn rug ook. Twee jaar geleden voor WK in Rotterdam had ik daar heel veel last van gehad. En sindsdien merk ik ook bij lange ritten, bijvoorbeeld in de auto, dat ik toch last van mijn rug kan krijgen. En daarom is het heel belangrijk dat ik dan ook een goede stoel heb. Dat mijn rug niet al te veel geïrriteerd wordt en dat ik soepel blijf in mijn rug.